Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Urbex Explore. Vandaag gaan we diep de bossen in België en er staat een verlaten jagershut. Het is echt super groot daar en alles staat er nog in, maar we gaan het zo checken. Mensen, jullie zagen net al op de achtergrond hier het bos. Op een weiland waar we aan lopen, moesten eerst een hele steile helling op. En nu blijkt er hier, we hebben een locatie en die ligt hier diep in het bos achter ons. Dat is een jagershut en dat is een paar verdiepingen. En daar gingen de jagers overnachten en zo als ze een lange huntingtrip hadden. Dat zijn best wel kamers op zich en dat is echt super vet die locatie. Maar we gaan het zo zien als we het kunnen vinden, want het ligt echt super diep de bossen in. We lopen hier nu al een tijdje in het bos. We dachten van, joh, de locatie die ligt hier in het bos, die gaan we zo maar even vinden. Maar nee, toch niet. We zijn denk ik al een kwartier aan het rondlopen hier. We gaan steeds hoger de berg op. Zoals je ziet is het hier echt dicht begroeid achter ons ook. Maar ja, we blijven gewoon lopen tot we het vinden, jongens. Dus tot zo. Jongens, ik klim hier dus net op. Het is echt een hoog stuk. Ik heb me eigenlijk helemaal op moeten trekken. Maar het ziet er naar uit dat dit de enigste ingang dus is. Dus we moeten wel. Ik heb jou gefilmd, zonder. Ik sta nu binnen. Ik ben net hier door de raam gekomen. Het past er net erin. Maar alles is hier achtergelaten zoals het ooit was. En dat is echt super vet om zo te zien. Het is echt een jagershotel geweest. Een soort van jagersverblijf. Kun je het al echt zien, want zoals je hier ziet, de kapstok is zelfs van bokkenpootjes gemaakt. Echt super vet. En hierachter heb je dus de grote hal zoals je kan zien. En in het jachtseizoen gingen ze allemaal de dieren schieten, zeg maar. En dan denk ik dat ze een feestmaal maakten zo misschien. Dus hier had die lange tafel met alle jagers, al het vlees gingen bakken en zo. En dat is echt super vet geweest. Ik stak hier lekker de kachel aan, was het hier lekker warm. Dat moet echt wel gezellig geweest zijn hier vroeger. Nou, je hebt hier midden in de kamer dus een kachel staan en die is echt al super oud en hier ligt nog allemaal hout om erin te stoppen en die staat echt centraal in de kamer, dus heel de kamer werd helemaal lekker warm en dat is echt zo'n houten hut, dus die houdt echt wel veel warmte vast. Dat was echt wel super fijn als het echt koud was. En dan had je hier zo die pijp en die ging dan meteen rechtstreeks naar buiten zo. En als het toch te koud was denk ik, dan hielden die jagers ook wel van een sterk drankje, want het is niet zomaar even een klein flesje. Ik sta hier nu in een kamertje hier en hier achter mij hangt een kalender. Maar zoals je kan zien heeft hij maar 8 maanden, dus ik denk dat het jachtseizoen maar 8 maanden duurde of zo. De rest van de periodes waren ze aan broeden of zo, ik weet niet man. Maar in ieder geval, deze heeft 8 maanden. Ik kwam hier, dit is de entree. Dan kun je hier misschien inschrijven of zo, of weet ik hoe dit ging. Dan kun je hier je jas ophangen en dan kun je daar lekker die warme ruimte in. Dat moet wel echt zo fijn geweest zijn als je hier van het jagen vandaan kwam. Hier is een soort van keukentje geweest, want ik zie hier daar achter in de kastjes waar ik al kruiden staan die hier echt zelf in het bos geplukt zijn. Er zit echt in zo'n raar potje. En dan heb je hier een wastafeltje, alleen ik zie nog geen fornuis. Ik verwacht wel dat we die nog ergens gaan zien, aangezien er een grote tafel is om te eten en zo. Maar het is echt super vet, omdat alles is er nog zoals het ooit is geweest hier.
We gaan nu naar de eerste verdieping. Ik zie daar ook nog een zolder. Daar gaan we straks ook nog heen. Maar mensen, wow. Ik zie hier gewoon allemaal bedden staan en zo. Dus hier is echt de ruimte, de verdieping waar de jagers gingen overnachten. Ik sta hier nou in de slaapkamer en hier zijn overal balkonnetjes. Het bed is heel hoog en zoals je kan zien is het echt een super oud bed. Er staan allemaal oude spullen hier nog. Ik denk echt dat het gewoon misschien 30, 40 jaar liggen zal. Ik zie hier de badkamer en ik zie de wc staat helemaal in het hoekje. Het is echt een grote badkamer. Hier staat echt nog zo'n ouderwets bad nog. En hier de leidingen allemaal nog en het is echt super vet. Dus ik denk dat het allemaal een gezamenlijke badkamer is geweest hier. Want er zijn denk ik een stuk of 5 kamers. En dan heb je hier de gezamenlijke badkamer. En wow, kijk dit. Ik had het net al over een soort van grill. Hier staat wel een soort van barbecue. Ik weet niet of het er is geweest. Ik denk dat ze nog wel iets groters hadden, dan, aangezien de tafel echt wel 20 man aan kunnen. Dus we zullen het zien, misschien buiten nog, misschien in de opslag beneden in de garage. Wel echt super vet. Daar hangt een kastje boven een plafond en dat is echt zo'n gecamoufleerde camera. Echt zo'n wildcamera als er dan vroeger iets wild voorbij liep. Dan maakt hij zeg maar zo'n foto en dan heb je zo'n dier op de foto. Alleen denkt hij dat hier als soort van beveiligingscamera gebruikt wordt. Nou, ik sta hier dus bij een bankje en je kan wel zien dat het echt super oud is. Want dat doen ze echt al lang niet meer, die technieken. Want zoals je kan zien... is de vulling van de bank niet van stof of iets dergelijks, maar het is gewoon echt van hooi nog. Dus dat is echt al super oud. Waarschijnlijk zijn de matrassen ook allemaal van hooi nog en zo. Maar we zijn nu op het punt aangekomen dat we het boven hier hebben gehad en dat we toch naar de zolder gaan. En die zolders die zijn toch altijd al spannend, want je weet nooit waar je aan kan treffen op zo'n oude zolder. Nou, we staan dus op de zolder. Alles is hier een beetje weggehaald al. De bedden zijn uit elkaar. Er ligt geen matras meer op. We zien wel random dingen staan, gewoon opslag. Hier heeft wel een bedje gestaan, de achterkant van het bed staat er nog. Maar voor de rest is er niet super veel. We zijn weer tot het einde van deze aflevering gekomen. Het was echt een super vet avontuur. We moesten al helemaal de berg op. We hebben in het woud helemaal naar deze locatie gezocht. Toen dachten we kunnen makkelijk binnen, maar toen moesten we nog het balkon opklimmen en dat was ook niet echt al te makkelijk. Maar toen we eindelijk binnen waren was het wel echt super vet. Echt super vette dingen gezien. Alles is zoals het was. We waren hier niet meer alleen. We waren met Exploring at Me. Zijn linkje kun je hieronder in de beschrijving vinden. Doe een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal en dan zien we jullie weer in de volgende video.